zijn hier in de cultuurschuur bij een ochtend die in het teken staat van de natuur, speciaal georganiseerd voor kinderen. Wat is vandaag precies de bedoeling? Vandaag komen de kinderen kennismaken met de natuur. En het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Allereerst zijn ze op dit moment braakballen van uilen aan het uitpluizen. Daar hebben wij een speciale vrijwilliger voor, Otto Smit. Die weet alles van de natuur. En die begeleidt de kinderen met het vinden van alle botjes van muizen en aanverwant artikelen. Nou, kinderen zijn daar ontzettend lang zoet mee, want dat vinden ze razend interessant. Inmiddels zijn de mensen van het IVN gearriveerd. En die gaan straks met hun hier het bosje van Wieringenwerf in om ontdekkingen te doen. En wat ze precies gaan tegenkomen, dat hangt er een beetje vanaf wat ze zelf zien, wat de kinderen zien. En dat is ongeveer een wandeling van een uurtje. En daarna komen we terug en dan gaan we een beetje knutselachtige activiteit doen. Want dan gaan we hebben wilgetenen verzameld en daar gaan ze nestjes mee bouwen. En dan is de ochtend alweer voorbij. En morgen dan is het een hele andere dag, maar dan wordt er geknutseld. We doen elke voorjaarsvakantie en elke herfstvakantie zijn er 3 dagen activiteiten voor de kinderen in de cultuurschuur. En we zijn daarmee in ontwikkeling. Eerst hadden we nog hele dagen, nu doen we ochtenden. Vorige keer moesten ze zich nog voor 3 dagen opgeven, nu kan dat per ochtend. Dus je kan ook alleen donderdag komen knutselen of alleen vrijdag komen muziek maken en dansen. En is het dan zeg maar iedere keer nieuwe activiteiten die jullie dan verzinnen of hoe komen die activiteiten tot stand? Nou, dat is, de jeugdweken worden georganiseerd door eigenlijk een commissie van vrijwilligers. En die bestaat voor een deel uit oud-leerkrachten van het basisonderwijs. En die hebben natuurlijk een pakket aan activiteiten die ze kunnen bedenken. We vallen wel terug op dingen die we eerder gedaan hebben. En soms sturen we het bij en denken we dat is ook leuk. We moeten het voor onszelf ook interessant houden. Hè? Het moet niet iedere keer hetzelfde zijn. Dus... En heeft het een reden dat jullie het alleen voor kinderen doen? Of? Nou, in de vakantie een activiteit voor kinderen, wij merken dat daar is gewoon vraag naar. En wij vinden het belangrijk dat er in de cultuurschuur niet alleen ouderen en met name nog ouderen komen. Maar dat ook juist de groep kinderen en hun ouders hier ook hun weg vinden in alle activiteiten. We merken dat de groep 65+, die kent dit gebouw, dat is bijna hun tweede huis. En nu willen we ook de rest van onze familie erbij hebben. Dus vandaar dat we ook speciaal activiteiten voor kinderen organiseren.